De Nederlandse melkveestapel is in het nieuws. Door allerlei factoren, waaronder de specialisatie in de veehouderij, is de melkproductie zo hoog gestegen dat er een overschotsituatie is ontstaan die voor een deel resulteert in een verhoogde boterproductie. Maar alle EEG-landen, ook Nederland, hebben reeds zeer grote botervoorraden en de koelhuizen raken steeds voller. De Nederlandse boer die zijn melk aan de melkfabriek levert, krijgt daarvoor in het algemeen een prijs per liter gebaseerd op het gemiddelde vetgehalte van de melk, die in de fabriek talloze bewerkingen ondergaat, waaronder uiteraard de ontroming. Voeg hierbij de kosten van opslag, koeling, verpakking en transport, alsmede een extra heffing ten bate van de andere zuivelproducten zoals kaas, dan ontstaat een melkprijs die aanzienlijk hoger ligt dan die welke de boeren ontvangen. Sommige van hen zijn daarom zelf melk gaan verkopen tegen een prijs die ongeveer 20 cent lager is dan die welke de huisvrouw moet betalen. Daar waar dit gebeurde, in Groningen en Friesland en in de provincie Utrecht, bestond er wel belangstelling voor deze goedkope rauwe melk. Hoewel de boeren een proces-verbaal riskeren omdat de verkoop in strijd is met de wettelijke voorschriften. Sommige van deze boeren leveren echter toch ook nog melk aan de fabriek. Het melkoverschot is een probleem waarvoor binnen de EEG al jaren naar een oplossing wordt gezocht. Maar steeds meer koeien blijven deze oplossing frustreren.